Welkom dames en heren bij deze nieuwe aflevering, deze special aflevering van Droomkracht. En ik ben hier niet alleen, althans ik heb afgesproken met mensen, maar... Hessel, hey! Oh, hey. Dat goed dat je er bent. Ik heb met meer mensen afgesproken, maar wanneer die komen weet ik niet. Ik heb ze niet gezien. Ik kom ook niet. Misschien moeten we even een beetje om ons heen kijken. Ik ruik wel een soort van... Oh, Kevin! Oh! Kevin zit erboven. Hallo, Kev. Hallo! Hoe lang zit je daar al? Al een tijdje. Oh, oké. Ja, nou, we missen nog twee mensen. Ik ben benieuwd. Daar... Ja hoor, Rick is er. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet hier. Nee, God, te veel dat net kleine steentjes. Jongens, kijk uit. Vuur. Irma is hier in de buurt. Ik merk het. Maar, volgens mij zag ik iets. Ja hoor, ja. Irma. Hoe lang zat je hier? 20 minuutjes. 20 minuutjes. Jeetje. En je zegt helemaal niks ook, hè? Laat je me altijd wachten. Nou, en prachtig, Rick. Zoals Rick laat zien, gaan we inderdaad iets laten zien achter de schermen, deze special, van de Lost loopattractie. Die eigenlijk een soort onderdeel is van ons junglegebied bij de Indiana Jones en dat soort dingetjes. En we nemen jullie mee met een spannend verhaal. Ja, ik ga niet de bordjes lezen, maar ik ga het heel kort vertellen wat het verhaal is. Je merkt als Indiana, want je speelt Indiana Jones, dat er in die grot misschien wel hele kostbare dingetjes zitten. Althans, de grot ziet er zo geheimzinnig uit. Dus op een gegeven moment ga je gewoon langs deze route, moet je over het lava heen proberen te springen, dingen ontwijken, wordt geen verbrande tosti. En op een gegeven moment, zeker Irma, maar Irma heeft hier dat... Irma, jij kan tegen dat vuur, toch? Ja, ik kan er tegen. Okay, alleen mijn pakje kan er niet tegen. Oh. Dat is jammer. En vandaag gaan we iets bouwen hier, deze scène. Ja, schitterend. Daar. Ja, nee, absoluut. Dit wordt hem. Dit wordt hem zeker. Stomme putten. Oké. En, en hier is een soort winkeltje. Ja, Irma, niet alles in de fik. Nee, Irma, kijk uit. En hier kunnen we ook nog wat inrichten. Een soort winkeltje. Maar het hoeft niet een winkeltje te zijn, maar gewoon een leegstaan winkeltje misschien. Ik zie ook een bootje die hier tegenaan staat. En hier is het vlotje. En dat is het leukste. Wil je het uitproberen? Ik ga kijken, ja? Oké, als je op de pleet staat, dit is een Pieter systeem. Dankzij Pieter heeft hij dit prachtige ontwerp gedaan. Het idee kwam van Rick, geloof ik. Ja. Ja, hè? Klopt. Oké, en daar aan de overkant. Superleuk. Ik geloof dat Kevin net de boot heeft gemist, of het vlotje. En op een gegeven moment, het gaat nog niet zo vlot, maar we komen er wel. Goed zo. En op een gegeven moment zijn ze aan de overkant. En wat gebeurt er als je in het bootje blijft, Rick? Zullen we het voordoen? Kijk, of Kevin doet ook mee. Irma doet ook mee. Oké, dan word je geteleporteerd. En dan gaat het bootje langzaam naar de overkant. Super grappig. En hier, in die grot, gaan we ook nog hier en daar wat dingetjes bouwen. Irma, hoe kom je daar? Ja, ik kon me net niet verstoppen. Oké. Jammer, ja. Nu wel. Nou, en hier kan je dan... hier met het water kan je mee. Maar het leek me leuker om misschien, zeg maar, barrierblocks te maken hier. Dat je daar niet zomaar in kan lopen. En dat je... een soort van hier over de brug is moet. Zo. Zullen we doen? Wie wil er hier even wat bouwen hier zo? Bij dit gebiedje. Geen idee waar soort je bent. Een begin bij dat kampvuurtje, weet je nog? Waar je die prachtige buttons neerzetten. Oh ja. Oh, ja, maar dan weet ik... Mooi, je hebt overal buttons neergezet, dus dat is geen goede hint voor mij. Oh, ja, hier zo. Het zou een keer een prijsvraag moeten worden. Is hoeveel buttons in de hele service zit. Oh jeetje. En dan win je, zeg maar, dan win je als prijs de buttons. Een button. Ja. Gewoon alle buttons uit die server dan. Uit onze. De magische button. Dan ben je nog 2 uur aan het tellen. Ja, inderdaad. Wie wil hier gaan bouwen? Ja, ga ik wel doen. Ja? Zal ik met Hessel het grotje doen? Want Hessel heeft namelijk allerlei leuke ideetjes. Van valstrikjes en zo. Ik denk dat iemand een grot heeft gevonden hiervan. Echt? Is een grot? Even kijken hoor. Oh jee. Wow. Kevin, heb je weer lopen graven zonder toestemming? Geen idee. Ja, het is een mijnwerker, maar... Je kan hem ook niet even loslaten, ook die Kevin, hè? We gaan even survivalen nu. Echt, hè? Kevin. Goed. Maar jullie, als jullie met Irma en Kevin, als jullie even hier bezig zijn, dan ga ik met Hessel naar dat plekje. Want Hessel heeft namelijk iets heel moois gemaakt in de server in Duckstad. Bij het Dagobert Duck Resort heeft hij namelijk al die valkuiletjes neergezet met pijlen en met dat soort dingetjes. En dat vond ik zo verschrikkelijk leuk. Ik vroeg aan Hessel, zullen we hier gewoon wat enge, spannende dingetjes maken? Want... Als wij nou Indiana zouden zijn, dan zou het natuurlijk wel moeilijker zijn om bij die schat te komen. Dus er moeten valkuilen worden gemaakt.
Ja, nou, ik denk sowieso gewoon een paar van die vallen uit Indiana Jones misschien. Ja, of van die gaten. En dan, weet je wat leuk is? Misschien als je helemaal onderop, ik weet niet of het kan, van die iron bars inzet, dan lijkt het net van die spikes. Of moet je uit de grond komen. Ja, zoiets, ja. En dan doen we gewoon een barrierblok erop, dat mensen in ieder geval er overheen moeten springen. Maar als je dan kijkt, dan kan je nooit helemaal vast komen te zitten in dat plekje. Want ja, twee naar beneden en dan weet je het wel. Dan zitten bezoekers vast en dan is het Vincent of Hessel of Kevin. Help! Ik zit vast! TPE me! Help! Naar de span toe! Help, 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 help! En nu kunnen ze gewoon eruit springen, maar ik zou hier niet inkomen. En jij gaat denk ik zo'n piste maken inderdaad, waarvan die als je op een plek staat, dat misschien wel wat eruit komt van die arrows misschien. Dat is vet. Ja, dat mensen zo... Oh, hier kan ik niet langs. En inderdaad, van die arrows. Oeh, spannend hoor. Het zijn er heel veel, maar dat is gaaf. Kijk eens. Ja, dan ga ik hier zijn het Hessel-systeem, hè? Het is een Hessel-systeem. Hessel-pro-systeem. En misschien kan je wel hier tussendoor. Dat is gaaf. Kijk, dan maken we het hier een soort van dicht. Kijk, deze grot hier, dit stukje. Ja. Kijk. En dan gaat het een beetje daarheen zo. En dan moeten mensen moeten uitzoeken hoe ze verder gaan. En dat doen ze, even die barrier blocks neerzetten. Dat doen ze hier zo. Hier gaan ze zo. Ja? Misschien is dit iets. Dat was wel een van de vallen die werkte. Ik hoorde het, ja. Het valt niet op. Nee. Ja. Oh. Ja. Oh. Dat was een grap. Ik weet niet of het een grap was. Of vond je het op een grap lijken? Nee. Oh, oké. Nee, dan doen we het niet. Ja. Ik kon zo kijken wat je aan het doen bent. En dan moeten de mensen misschien wel hier... Wow, kijk je uit, Hessel. Sorry. Bijna in mijn vreemde pakje dit, hè? Ja, je hebt de veiligheidspakje ook niet aan. God, man, oh man. En Jeffrey, wat doe je... als ik jou moet vragen, wat doe jij denken aan... Wat doet jou denken aan Indiana Jones? Waar denk je aan als ik zeg Indiana Jones? Ja, leuk. Nee, vind ik ook. Ja. Juist. Ja, Ja, dat is wel... Dat is wel lastig, ja. Ja, ik zat meteen te denken aan die schedel. Kan je die herinneren? Die Crystal Skull? Juist. En die was op die rollende smerig, steen. Was dat ook, hè? Op die rollende steen. De steen. Ja steen op je beeld. Ja. Sowieso, steen. Absoluut. Die steen was echt... Want Irma, heb jij wel eens Indiana gekeken? Ze is het de laatste keer dat je dat had gevraagd, nog steeds niet. Echt niet? Oh. Irma was het gewoon niet vergeten dat ik het eerder had gevraagd. Maar ze heeft gewoon nog steeds niet gekeken, dames en heren. Dat is gewoon jammer. Wat erg. Er komt trouwens een nieuwe Indiana Jones. Ja, er komt een nieuwe, ja, echt waar. Eindelijk. Ja, echt. Nou, echt waar, eindelijk inderdaad. Ik dacht dat de serie al lang gestopt was. Ja, nou, die man die stopt niet hoor. Onze Han Solo. Nee, die man stopt echt niet. Gelukkig niet. Fantastische Han Solo. Maar daarom vond ik wel vet dat hij nog wel in de dingen speelde, hè. De Star Wars. Dat was echt geniaal. Oh ja. Al die karakters die terugkwamen. Ja, echt gaaf, hè? En ook weer nieuwe karakters. Dan de hele bioscoopzaal gaat wild. Ja, echt niet normaal. Ja, dat was echt vet. En uiteindelijk moeten we ook een kamer maken waar allemaal goud ligt. En een opslag en zo. En misschien dat beginstuk, dat is wel gaaf. Als we hier nou de goudopslag maken, dan kunnen mensen zeg maar kunnen het vanaf deze kant al zien. Maar ze kunnen er nog niet bij komen. En dan is het de bedoeling om er wel bij te komen. Dus allemaal goud hier neerzetten en dat soort dingen. En waardevolle spullen. Je maakt inderdaad dat valletje van met dat gouden beeldje. En dat als je dat bijvoorbeeld pakt, wat dan nu niet echt kan, dat dan de vloer zakt of zo, of er gebeurt iets. Ja, ik weet niet of dat mogelijk is. Ik weet niet, in ieder geval wel dat je zoiets na kan maken. Ja, zo. Misschien. Dat persoonlijk wel heel tof vinden. Nou, misschien kunnen we wat gaan uitvogelen in ieder geval. Ik zal even naar Rick TP. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Wow. Kijk hoe vet. Kijk hoe cool dit eruit ziet. Hartstikke gaaf gedaan met allemaal objecten hier, kistjes en... We gaan even verder loeren. Irma is hier zelfs bezig. Oh, Kevin neemt een Turkse stoombad, zie ik. Zo dan. Volgens mij hebben we het benauwd, jongens. Nou, laat hem maar zitten. Vandaar dat hij al dat water moest drinken in het begin van de aflevering. Want staat hij stinkend ook weer. Hallo stinkert. Dus mensen, ben je benieuwd hoe dit er uiteindelijk uitziet? Kom zeker weten kijken. Misschien is zelfs de attractie nog steeds dicht of in onderhoud. Maar je kan altijd even checken. Dit is de Lost Adventure. En een button. Zo. Dus kom zeker weten even kijken naar dit verhaal. En wie weet ga jij wel het goud halen aan het eind van de rit. Zonder geraakt te worden. Zonder verbrand te worden. Door het doolhof heen in de grot. En misschien is de grot wel behekst, hé? Dat is wel creepy. Never. Vincent. Dit is wel tof, ja?
Irma speelt een beetje met TNT en ze kan vuurspuw. Ik vertrouw het niet. Oh, ja, we gaan snel afsluiten, Irma. We gaan weer in quarantaine met jou. Kom maar mee, Irma. Kom maar. Nee. Nee, niet? Oké. Okay. Nee. Nou mensen, doei. Bedankt voor het meedoen iedereen. Doei. Doei. Doei.